eerste presentatie gaat over Leo Meijer. Hij speelde een grote rol in de bevrijding van Zwolle. En nu begint het filmpje. Veel kijkplezier. Leo Meijer en Willy Arsenault waren Canadese soldaten die moesten verkennen hoeveel Duitse soldaten er nog in Zwolle waren. Willy Arsenault en Leo Meijer kwamen vanuit Heino richting Zwolle. Willy werd al heel vroeg gedood. De woedende majoor doodde 2 Duitse soldaten en joeg een hele groep Duitsers weg. Leo Meijer besloot de missie voor te zetten. Hij ging via de Heinoze weg richting Zwolle. Hij kwam via de Sassepoort het centrum binnen. Er stond een Duitse officiersauto die hij besloop en de chauffeur gevangen nam. Die moest hem leiden naar een café waar een Duitse officier zat. Hij pakte het geweer van de Duitse officier af en die moest hem zeggen waar het hoofdkwartier van de SS lag. In een paar van deze huizen aan het Van Nuysplein zaten SS'ers. Deze huizen heeft Leo Meijer in de brand gestoken. Vervolgens trok hij de stad door terwijl hij zo vaak mogelijk met zijn machinegeweer schoot en zoveel mogelijk granaten wierp. In dit gebouw aan de Van Rooijensingel zat in de Tweede Wereldoorlog de SD.